Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft gisteren de soft launch gedaan van het Mental Health Wash project in samenwerking met de UNICEF. De lancering vond plaats bij VOJ Achoni in het district Sipaliwini. Minister Oraikit Ramsaran is zich ervan bewust dat mentale gezondheid tijdens de COVID-pandemie veel meer aandacht vereist. Hij geeft aan dat bewustwording een grote rol speelt bij het kinderbeschermingsbeleid. Hij vindt het daarom belangrijk dat kinderen de nodige begeleiding krijgen. First Lady Melissa Santokhi Sinacheri benadrukt dat alle kinderen gelijke kansen moeten krijgen. Volgens de First Lady is de geestelijke gezondheid niet te onderschatten. Ze hoopt dat de kinderen door dit project nog meer gemotiveerd raken om het beste van zichzelf te maken. Volgens UNICEF-vertegenwoordiger Esmeralda Nede is uit onderzoek gebleken dat wereldwijd ruim 86% van de kinderen nog steeds enige vorm van mishandeling ervaart. Suriname staat op de vijfde plaats in de wereld wat betreft het aantal suïcidegevallen, met als oorzaak depressie. Ze vindt het daarom meer dan nodig om deze kinderen extra begeleiding te bieden. Het project wordt landelijk uitgevoerd en wel bij 10 opvanginstellingen.